Nee, ik heb geen pijltjes meer. What up YouTube? Vandaag wil ik het even hebben over mijn auditie bij Legends of Gaming. Maar sowieso wil ik eerst even beginnen met een dikke shout-out voor al jullie support. Mensen die me al langer kijken, thanks. Mensen die geabonneerd zijn door mijn auditie bij Legends of Gaming, jullie zijn bazen. Jullie zijn de legends, jongen. Niet wij die auditie hebben gedaan. En ook niet degene die gaat winnen. Jullie zijn de echte legends, omdat jullie ons supporten. Thanks. Mijn naam is Rick. Vandaag ga ik mijn verhaal vertellen over die dag. En ik heb op Instagram jullie vragen laten stellen die ik ook ga beantwoorden in deze video. Dus, ik kwam daar aan. En Shazi zat al klaar, onze Jair. Ik ben Jair, ik ben 24 jaar. Ik ken Jair al langer, super toffe guy, weet echt veel over games. Maar Jair, revive je YouTube kanaal. Kom op, ik weet dat je het kan man. Dus ik ging zitten, een beetje praten met Jair en toen kwam Maxime. Ik ben Maxime MXM, 21 jaar en op mijn YouTube kanaal doe ik voornamelijk shooters en racespellen. Maxime ken ik ook al wat langer, die heb ik een keer gesproken op de Dutch YouTube Gathering. En toen dacht ik, oké, dit is aan. Dus je denkt, nou goed, concurrentie, je weet wel. En opeens komt daar Egbert. Ik ben Egbert, ik ben 22. Ik maak filmpjes op YouTube en ik livestream op Twitch. Of Jeffrey, of Colin. Oh, dit grapje is echt al zo vaak gemaakt. Maar ik moet het gewoon nog een keer maken. En toen dacht ik, dit zou wel eens echt zwaar kunnen worden vandaag. En toen was daar Ergin, onze super Turk. Let's go baby! Nee. Ik heb zo gelachen met Ergin. Ik denk oprecht dat Ergin en ik het tofste duo waren van heel Legends gezocht. Wacht, daar hadden jullie een vraag over. Matthijs vraagt, ga je een keer met de andere baardman opnemen? Hey, sowieso, wij matchten gewoon zo goed. Allebei een dikke baard. Allebei een beetje van die grotere, wat oudere guys. Ja, die zijn wel wat breder dan menig karig kipje wat is buitengekomen. Ja, echt hoor. Ik ben trouwens helemaal niet zo groot. Maar ik ben maar 1,80 meter. Anyway, terug naar de vraag. Ergin en ik hebben al gepraat over dat we misschien samen gaan opnemen. We zijn het van plan. Jongen, die chemistry tussen ons. Ergin en ik. Achterklap en ik. Deze man. Dit was zo'n toffe collab. Weten jullie hoe One Direction bij elkaar is gekomen? Dat waren 5 losse guys die auditie deden. En toen zei die ene guy uit de jury, die zuurpruim, ik ga jullie allemaal bij elkaar zetten. En dan zijn jullie One Direction. Eerlijk, Ergin en ik hadden ook bij elkaar gezet moeten worden. Dan hadden we alles gerokt, jongen. Maar ja, er konden er maar 2 door. En op dat moment wisten wij dat helemaal niet. Brian kwam er toen bij. Ik ben Brian, 19 jaar. Ik ben al een aantal jaar bezig op internet met video's maken. Dik respect voor Brian, want die was letterlijk die ochtend gebeld omdat er iemand niet op kwam dagen. Ja, ik bedoel, dat moet je toch maar even doen dan. En toen was de groep compleet en het was zo gezellig met z'n zessen. We hadden zo'n leuke groep. Ja, toen gingen we backstage naar zo'n kantinetje. Ik kreeg voor de eerste keer in mijn leven van dat poeder op mijn kop om die glans weg te halen. Ja, kijk hier op mijn neus. Die mensen van de productie daar, ze wilden niet dat ik een glimmend puntje op mijn neus had. Dus zij poeder erop smeren en ik stiekem op de wc. Ja, poeder weg. Opzouten ermee. Nee, dat heb ik niet gedaan. En ik moest als eerste van de groep een aantal quotes opnemen. Dat zijn die tussenstukjes, weet je wel. Waarin ik vertel wie ik ben, waar mijn liefde van Pokémon vandaan komt. Ja, Pokémon hè. 23 jaar geleden is Pokémon ontstaan. Toen speelde ik het al. En ik speel het nu nog steeds. Het is een beetje de rode draad door heel mijn gameleven, denk ik. Ik had zelfs een heel mooi verhaal over mijn vader. Serieus, mijn vader hè. Mijn vader speelt nu gewoon nog Horizon Zero Dawn. Uit. Die man is 65. Effe, mag ik een shout-out voor mijn vader? Dan heb ik tenminste ook een reden om een keer een video van mij aan hem te laten zien. Dus ik mijn quotejes opgenomen en toen moest ik even wachten, want toen moest Ergin zijn quotejes opnemen. En daarna mochten we samen zo'n donker gangetje in. Zoals hij dat zou zeggen op zijn Belgisch. Mochten wij een donker gangetje in. En gelijk, bam, die chemistry was er. Ik vroeg nog aan de mensen achter de schermen van, hey, is dit echt een soort van battle of moeten we samenwerken? En toen zei ze, nee, dat is geen battle, je moet samenwerken. Dus wij dachten, oké, flex, laten we gewoon gezellig gaan doen. Dus wij daar een beetje chillen, een beetje praten. En opeens was daar
Ton. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Dit is de stem van een man met heel wat abonnees. Ik heb hier een persoon naast me met iets minder abonnees. Daar heeft ook iemand een vraag over trouwens. Daan vraagt, hoe waren Don en Jeremy? Super relaxed. Ja, dat was wel tof. We hoorden hun ongeveer 3 of 4 keer. En we merkten eigenlijk toen al dat Don en Jeremy ook heel enthousiast waren over ons. Don zei ook toen we klaar waren dat we het goed hadden gedaan. Top, leuk gedaan mannen. We hebben zeker genoten. Jullie mogen weer teruggaan naar de kantine geloof ik. Dankjewel. Dankjewel Don. Dus wij dachten, relax man, relax. Op dat moment wisten we dat het goed zat. En toen kwamen we terug. En toen vroegen we van, hoeveel mensen kunnen er eigenlijk door? En toen zeiden ze, nou, er kunnen 2 mensen door. Op je bakkes. Bro, heb je deze groep gezien? Hoe? Waarom? Waarom kunnen er maar 2 mensen van deze groep door? Waarom kunnen jullie niet eentje extra doorsturen? Toen moesten Ergen en ik denk ik een uurtje wachten of zo. Want Maxime en Jair gingen samen nog wat spelen. En Brian en Egbert gingen samen nog wat spelen. Maar ik had echt zoiets van, yo, waarschijnlijk gaan ze maar 1 van ons 2 doorlaten. En ik weet zeker dat Ergen door is. En Ergen zei toen, nee broer, ik weet zeker dat jij door bent. Ergen, I love you man. Maar ja, wij wisten, er zitten nog 4 mensen die super goed zijn. Ja, en daarbij deed er ook gewoon 1 iemand 3 keer mee. Is ook niet eerlijk. Yo legend! Ik ben Egbert. Of Jeffrey. Nee, doe nou niet zo. Ik bedoel, wie deed er nou mee? Was het nou Egbert? Was het nou Jeffrey? Of was het nou Colin? Of waren het gewoon alle 3? Man, bruh, ik ben nog steeds boos op jou. Jij speelt vieze spelletjes. Nee man, alleen maar liefde. Gefeliciteerd man. Nou, op een gegeven moment, iedereen was klaar. Uitslag was bekend. Wij wisten het nog niet. En toen moesten wij dus in de studio gaan staan waar Don en Jeremy ook waren. Wanneer jullie naam wordt genoemd, doe je een stapje naar voren naast het logo. En uiteindelijk het logo zal dan een kleur weergeven. Als in groen ga je door, of rood ga je niet door. En dan zal je de studio moeten verlaten. En toen? Helaas niet. Bam! Nummer 1 weg. En ik dacht alleen maar, nee man, ze gaan sowieso echt met Colin Jeffrey kiezen. Stap naar voren. Leuke humor, gevatte humor, daar hou ik zelf van. En ik had ook gewoon echt zo'n gevoel van ze gaan Ergen doorlaten, man. Kom maar een stap naar voren doen. Gefeliciteerd. Ik wil blij zijn, maar ik vind het echt ziek kut. Geef die man een knuffel, een hand, iets. I knew it, man. Oh bro, I'm so sorry. Het is gegund, man. En ja. Dat was ook zo. Maar ik moet zeggen, op dat moment was ik niet eens heel teleurgesteld of zo. Ik had gewoon zoiets van, ja man, het was leuk. Ik heb er echt iets tofs van gemaakt. Meer dan dit kon ik ook niet doen. En als dit niet genoeg is, dan is het niet genoeg. Ik heb ook de vraag gekregen, wat zou je anders doen? Als je het nog een keer over moet doen. En het enige wat ik anders zou doen, is dat ik misschien de intro of de outro zou pakken van Ergin. Omdat dat dan in ieder geval in balans was. Maar voor de rest... Nee man, ik zou helemaal niks anders doen. Super bedankt ook voor alle reacties onder de video van Legends gezocht. Ik zag echt dat heel veel van jullie wilden dat ik door was. Maar ja, weet je, soms gaan die dingen zo en daar moet je gewoon mee dealen. Gewoon positief blijven, gewoon doorgaan en weer een nieuwe video voor jullie maken. Matteo vraagt, vond je de personen die door waren terechte winnaars? Daar geef ik gewoon een heel kort antwoord op. Ja, ik had deze 2 verwacht, maar ik had ook gehoopt dat ik de plek van 1 van die andere 2 in mocht nemen. Maar wat ik wel vond is dat deze groep echt heel erg sterk was. En misschien had daar iets meer balans in gemogen ten opzichte van een andere groep. Zonder de andere groepen overigens tekort te doen, maar wij hoorden ook van de productie daar dat ze vonden dat onze groep zo vet was. En dat er bij andere groepen misschien iets meer aan de kar getrokken moest worden. Bij ons ging er gewoon heel erg veel natuurlijk. En dat zag je sowieso in de samenwerking tussen Ergin en mij. Ik vind je baard mooi man, ik voel me echt... Oh, ik wou niet zeggen, man. Je hebt echt veel betere baard dan ik. Wat bedoel je? Even serieus. Ergin, broer, zorg dat je deze Legends of Gaming ding wint, oké? Jouw accent is baas, man. Umbreon Trainer vraagt nog het volgende. Vond je het cool om grote YouTubers te ontmoeten? Ja, natuurlijk is dat super leuk. Ik had Don en Jeremy beide nog nooit ontmoet. En ze zijn allebei gewoon de hele relaxte gasten. Ik denk dat ik heel goed met ze op zou kunnen schieten. Maar aan de andere kant besef ik me ook altijd wel van... We zijn allemaal maar mensen. Weet je, ook zij moeten hun kont afvegen als ze naar het toilet gaan. Ook zij hebben water nodig om te overleven. Net als jij en ik. Dat is ook gewoon een ding, weet je. Zie je ons een keer lopen op straat ergens of in een winkel.
cool. Spreek ons gewoon aan. We vinden het hartstikke leuk om met jullie te praten. We zijn niet meer of minder omdat we toevallig op YouTube zitten en video's maken. Maar natuurlijk, het is superleuk om die gasten te ontmoeten die je normaal altijd alleen op internet ziet. En dan heb ik hier de laatste vraag en die is van Pukske. Zij heeft trouwens een hele toffe video gemaakt samen met Maxime en mij, waarin wij met z'n drieën onze auditieronde nabespreken. Ik zet de link wel even in de beschrijving. Puk vraagt, wat vond je het tofste moment van de hele auditie? Klinkt misschien heel raar dit, maar ik vind dat je echt hele mooie ogen hebt. Oh my god, ik ging helemaal stuk. Ik denk, dit kan je niet zeggen, broer. Dit kan je niet zeggen. Ik kan je niet meer in je ogen aankijken nu, man. Want ik weet dat jij dat denkt over mijn ogen, bro. En het andere tofste moment was toen ik mijn grap mocht vertellen. Er zitten drie mensen op een motor. Ja. Twee passagiers. Ja. En één bestuurder. Ja. Achter elkaar. Ja. Hoe heet de middelste persoon? Hoe? Hoe heet de middelste persoon? Hoe? De middelste persoon heet hoe? Rob. Weet je waarom? Omdat de achterste zit achterop en de voorste zit voorop. Je zag Ergin echt zo kijken van... En achteraf om de jury daarop te zien reageren was ook echt hilarisch. Ja jongens, dit is alweer het einde van deze video. Willen jullie meer weten over mijn auditie bij Legends of Gaming? Laat even een reactie achter hieronder. En ik zou het leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet voor deze video. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En als je me live ziet gamen, volg me op twitch.tv/rickatchu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!